Wilfried Bony is in Nijmegen. De oude Eredivisie topscorer trainde vandaag voor het eerst mee met de selectie van Rogier Meijer. Over de komst van de Ivoriaanse spits is heel wat te doen. De fanatieke aanhang van NEC is niet blij met de komst van Bony, omdat de speler een Vitesse verleden heeft. Zo laten Legio Noviomagum en de HKN in een statement weten dat ze niet zitten te wachten op de komst van Bony. Ze verwijzen naar een gebaar dat Bony in 2012 maakte na een doelpunt tegen NEC, waarin hij de kelen van de NEC'ers zou doorsnijden. En dat Bony in oktober vorig jaar liet weten Vitesse te supporten tijdens de Gelderse derby. Trainer Rogier Meijer begrijpt de emoties, maar benadrukt ook dat het alweer 9 jaar geleden is dat Bony voor Vitesse speelde. En is blij met zijn komst.